Daar ben ik weer. Ik ga binnenkort met een heel groot project beginnen. Want ja, ik woon natuurlijk in een huurhuis, maar ik heb een ontzettend leuk bericht gehoord van mijn huurbaas. En dat mocht. Want ik ga hier een bijkeuken bouwen. Het eerste waar ik mee ga beginnen. Ik ga je zo even laten zien wat allemaal de bedoeling is. Maar wat natuurlijk de bedoeling is. Kijk, daar staat nu nog één regenton. En die moet daar ook nog weg. En ik heb er daar al eentje neergezet. Maar die staat nog niet helemaal op zijn goede plek. Dus die moet nog wat dichter aan de muur. Dus dat ga ik ook doen. En als die op zo'n plek staat, ga ik die even het water wat daarin zit, ga ik overpompen in die. Want anders heb ik 2 regentonnen waar helemaal geen water meer zit. De bedoeling is als volgt. Er komt hier een wand. Hier komt de wand te staan. Er moet fundering voor gemaakt worden. Dat krijg je allemaal te zien. Daarvoor heb ik mijn oude deuren bewaard, hoe ze nieuwe kozijnen kwamen plaatsen. Dus ik heb mijn achterdeur, die in die deur zat, en mijn voordeur, die dus aan de voorkant van het huis zat, heb ik bewaard. En hier komt mijn achterdeur. Hier zit een raam in. Die gaat eruit, want het wordt helemaal met hout. Wordt het bekleed aan de buitenkant. Uiteindelijk wil ik het ook allemaal isoleren. Voordat ik echt kan beginnen, moet ik wachten op een vriend van mij. Want een vriend van mij die heeft een vrij grote carport met kunststof golfplaten. En die wil die allemaal kwijt. Dus die golfplaten die krijg ik allemaal. En die heb ik dan nodig voor het dak. Maar ik dacht al van, ik ga maar beginnen met die regentonnen, want die moeten sowieso aan de kant. En denk je misschien, ja, wat heb je nou dit stukje ruimte erbij dan? Dat is het dus niet. We gaan veel verder. Ik zal je meenemen. Kijk, hier zit dus mijn schuttingdeur. Maar deze hele wand gaat eruit. Want door deze raam kijk je nu naar mijn, ja, nu zie je mijzelf natuurlijk ook. Kijk je naar mijn keuken. En er komt hier een scheidingswand, die komt hier te staan. En die loopt dus door naar deze wand. Voor deze, hier heb ik een dakgoot. En ik ga hier ga ik ook een hele wand maken. Die laat ik helemaal doorlopen door die hoek heen, want dat hout gaat allemaal weg. Ik ga daar een fundering onder leggen. Hier komt ook een wand. Wordt helemaal, ja, die wordt wel helemaal dicht. Dan komt er dus een golfplaten dak komt erop. En de bedoeling is dat die vanaf die lijst gaan doorlopen tot aan deze wand. En dat uiteindelijk het water hierin gaat aflopen. Tijdens de renovatie van onze woningen kwam de schilder naar me toe. En die zei tegen mij, Jos, we hebben 3 ramen verkeerd opgemeten. Dus kun jij daar wat mee? Kijk, ik heb hier 3 stukken glas staan. Dat is dubbel glas. HR++. Twee wat smallere en een wat grotere. De bedoeling is dat ik daarvoor dus kozijnen ga maken. Alleen die kozijnen, die ramen komen niet buiten te liggen. Dus die komen onder het golfplatendak. En dan wil ik dat grote raam, dat wil ik in dit plafond hebben. En die 2 kleinere, die wil ik dus hier in het plafond gaan doen. Nou, iemand van jullie heeft al gezegd, Jos, wat heb jij een partij hout liggen? Maar ik raak natuurlijk heel veel hout hieraan kwijt. En kijk, ik heb hier, dat ga ik jullie nog helemaal niet laten zien. Daar ligt ook nog een hele partij hout en een hele partij balken. En ik denk dat ik voor het hele project wel voldoende materiaal in huis heb. Nou is het een groot project. De bedoeling van het uitbreiden van dit gedeelte, van de bouwen van deze bijkeuken, is dat ik heb een grote vriezer en die wil ik dus daar hebben staan. En dan wil ik mijn wasmachine en mijn droger uit mijn keuken weg hebben. Dan hou ik in de keuken wat meer ruimte over. En die wil ik dan in deze hoek gaan neerzetten. De elektriciteit komt naar buiten. Ik heb hier een kraan. Ik heb hier een afvoer. Dat is allemaal aangesloten op de riool. Ja, je snapt wel, dit is geen projectje van even een paar dagen. Dit gaat wel een tijdje lopen, denk ik. Dus de bedoeling is ook dat ik iedere keer als ik weer een video klaar heb, dat ik het gewoon weer op mijn kanaal ga zetten. Ik zal er een playlist voor aanmaken waarin ik het ga plaatsen. En ja, als ik genoeg golfplaten heb, dan ga ik ook het volgende nog doen. Je ziet daar mijn houtstek, dat is langzamerhand ook een beetje houtje touwtje, omdat die te klein was. Dus dat wil ik ook allemaal opnieuw gaan opbouwen. En ik wil straks eigenlijk dat ik in de winter gewoon hier rechtdoor kan lopen. Gewoon die kant op. En dat ik gewoon droog blijf. Dus daar moeten ook golfplaten komen. Ik was eerst van plan om dat raam in die wand te gaan zetten. En dat is namelijk het oude raam wat daaruit gekomen is. Wat voor zin heeft het, Jos, om daar glas te gaan doen? Want je zit daar met het punt dat daar toch voor dat raam... dan komt de wasmachine te staan, de droger en de vriezer. Dus de functie van een raam... Nee, het heeft zomaar geen zin om daar een raam neer te zetten. Dus ik ga die wand gewoon helemaal dicht maken. Ik kan hem goed isoleren. Het plafond wordt ook helemaal geïsoleerd. En ik ga er wel vanuit dat ik hem uiteindelijk zo goed kan isoleren dat ik in de winter ook gewoon de wasmachine en zo kan gebruiken. Waarbij natuurlijk altijd, als het heel extreem is, ik heb hier nog nooit een bevroren leiding gehad in de afgelopen jaren. Dat is gewoon niet gebeurd. Ook met de afgelopen winter is dat niet gebeurd. Maar als het toch heel erg nog harder gaat vriezen, volgend jaar bijvoorbeeld. Ik heb natuurlijk mijn oude houtkachel nog, dus die kan ik er eventueel in zetten. Of ik kan besluiten om ja, misschien toch de tussendeur gewoon open te laten staan. Want beide deuren zijn natuurlijk afsluitbaar. En dan had ik natuurlijk dit raam over. Kijk, ik had dit raam natuurlijk over. Toen dacht ik, misschien is het ook wel een leuk idee om hier ook een stukje fundering te gaan maken. Waardoor ik dus een wandje, daar ook weer een wandje op kan zetten. Waardoor ik dat raam hierop kan zetten. En dan maak ik het dicht tot aan het dak. Dan heb ik een soort ja, serre-achtige, is niet het juiste woord natuurlijk. Maar toch, je krijgt daardoor toch een idee dat je beschut zit. Nou, hier gaat wel wat tijd in zitten, zoals je snapt. En daarom denk ik van, ik ga maar beginnen met die regentonnen, want die moeten toch weg. En het hout wat daar zit, dat hout wat daar staat, dat moet natuurlijk ook weg. Dat zijn toch de eerste stappen. Want de bedoeling is dat ik binnen nu en 3 weken toegang heb tot die golfplaten. En op die manier, kan ik dan gaan beginnen. Ik zal tegen de nodige hiccups aanlopen, denk ik. Want veel dingen heb ik gedaan. En, maar goed, ik moet even kijken waar het, als het schip gaat stranden, hoe het schip gaat stranden. En ik kan me er op dit moment geen beeld bij vormen waar dat moet zijn. Maar ik hou jullie op de hoogte. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken.